Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe vlog van Jumbo Pappingen. Voor degenen die het misschien nog weten, in deze vlog heb ik de hele vlog acai bol gezegd, terwijl het toch echt acai bol moest zijn. Foutje maken moet kunnen. Maar dat bracht ons op het volgende idee, want er zijn natuurlijk nog veel meer producten die heel vaak verkeerd worden uitgesproken. Niet alleen door onze klanten, maar ook door onze medewerkers. Deze producten ga ik vandaag even met jullie bespreken en daarna eventjes in de winkel kijken of onze collega's deze producten goed uitspreken of misschien net als ik wel eens een foutje maken. Kijk gezellig mee. Allereerst het woord bruschetta. Je zegt bruschetta en niet bruschetta. Bruschetta is namelijk een Italiaans woord en in Italië wordt de ch-klank als een k uitgesproken. Bruschetta dus. Het volgende woord. Avocado. Ja, avocado, advocaat, het lijkt op elkaar, maar dat wil nog niet zeggen dat je die twee woorden in één keer mag samenvoegen. Advocado. Wat is dat? Een advocaat die avocado eet? Het volgende woord. Espresso. Dus niet expresso. En als je iemand erop aanspreekt dat die expresso zegt en die zegt dan vervolgens dat doe ik expres, hoef je daar van mij niet op te reageren. Volgende woord. Zit jij in team paprika of een team paprika? Het laatste is het juiste, want je zegt toch echt paprika. De eerstvolgende keer dat jij een koffie bestelt, bestel je gewoon een latte macchiato. En geen latte macchiato. Ook hier weer CH, kaaklank, latte macchiato. Oké, toegegeven, dit is een lastige. Je zegt geen gnocchi, maar je zegt gnocchi. Dus N-J-O-K-K-I-E, gnocchi. De volgende lijkt heel makkelijk. Vanille? Nee, het is echt vanille. Je spreekt de L helemaal niet uit in het woord vanille. Oké, toegegeven. Deze heb ik ook heel vaak fout gezegd. Je zegt namelijk niet quinoa of quinoa, maar je zegt gewoon quinoa. Met de nadruk op het eerste stukje kin. Quinoa. Geef nou eerlijk toe. Guacamole klinkt toch ook een beetje vies? Het moet gewoon zijn guacamole. Guacamole. Oké, als je er een paar achterover hebt geslagen, dan is tequila acceptabel. Maar je zegt tequila. Tequila. Bagels. Geen baggels of bagels, nee, bagels. Oké, en de laatste. Wat is dit? Het is geen sinaasappel en ook geen mandarijn. Dit is een miniola. En geen menola of meonalia. Ik weet niet wat ik allemaal al heb gehoord, maar een miniola. Nou, na al deze uitspraaklesjes vind ik het wel eens leuk om te gaan kijken of mijn collega's nu ook weten hoe je het uitspreekt. Ik ga even een rondje maken in de winkel en ik ga even kijken of mijn collega's het woord goed uit kunnen spreken. Kijken jullie mee? Avocado. Bruschetta. Bagel. Paprika. Een miniola. Een espresso. Quinoa. Is dat gnocchi? Latte macchiato. Guacamole. Vanille. Tequila. En zo zie je maar weer, producten worden niet altijd goed uitgesproken. Ook niet door ons. Weet jij nog producten die altijd verkeerd worden uitgesproken? Laat het weten in de reacties beneden. En tot de volgende vlog.